zat aan deze kant. Ja. Ja. Hand omhoog. Ja. 6 jaar oud is ze op deze foto. Ine Tjalkens. Na de bevrijding komt een jeep met een fotograaf Philip binnenrijden. Hij wil wat meisjes op de wagen hebben om een foto te maken. Het enige wat ik me herinner is dat ik vond dat de stof van het uniform zo prikte. Dat was van die ruige stof en dat was heerlijk voor de militairen die er warm in bleven. Maar ik weet dat het prikte en verder weet ik heel weinig. Mijn zusje die werd er ook op gezet en die begon te huilen. En mijn moeder zei, wat is er aan de hand? Ja, ik heb zulke lelijke kniekousen aan. Ik wil niet op die foto met die kniekousen. Nou, mijn moeder zette haar eraf en zette mij erop. Maar ik begon ook te huilen. Ik heb dezelfde lelijke kniekousen aan. En toen zei mijn moeder alleen maar zitten. Ook Trudy Brandsma is 6 jaar oud als ze door haar moeder op de jeep wordt gezet. Jaren later duikt de foto overal en nergens op. Groesbeek. Nou, er staan ook foto's op. In bladen en tijdschriften, in een programma op televisie over de oorlog, maar ook op wijnflessen, cd-hoesjes en zelfs op pakken hagelslag. En dit is de enige foto waar alleen maar kinderen op staan. En dat is ook het beeld van de bevrijding. En de zon scheen, dat was ook zo bijzonder. Achteraf komen zo'n soort beeld komt wel eens terug. En dan denk ik, jee, dat was toch heel symbolisch dat het... Het wordt toch altijd wel weer licht, of het, hoe donker het ook lijkt te wezen. Further south on the Isel River, troops of a British div launched their thrust to take the never to be forgotten town of Arnhem. Op 16 april 1945 wordt Velp bevrijd. Zowel Brandsma als Tjalkens hebben dan dagen in kelders gezeten om de laatste gevechten uit te zitten. Het is voor beide het einde van een hele heftige periode. Zo werd de vader van Tjalkens door de Duitsers doodgeschoten omdat hij staakte. Het was heel pijnlijk om hem kwijt te raken. Dat heb ik me later pas veel beter gerealiseerd. Niet in de eerste jaren. Ik denk dat je als kind dan ook accepteert zoals het is. Omdat je anders niet verder kunt. Ook deze in Velp beroemde foto is verwerkt in een raam van de grote kerk. Op de foto is te zien hoe dominee Oskamp zijn handdruk aanbiedt aan pastoor Schaars als hij terugkeert uit Dachau. Respect voor een ander geloof was in die tijd niet vanzelfsprekend, vertelt de huidige dominee Dick Juin. Je merkt ook dat het een belangrijke foto is, ook in de dorpsgemeenschap van Velp. En dat is ook iets wat we willen uitstralen met deze kerk hier, dat die een mooie plek heeft binnen de Velpse samenleving. En wat vindt u nu van de ramen? Ja, je wordt bijna verliefd. Die gedachte wil ik blijven vasthouden voorlopig. Ja. De foto met de jeep is verwerkt in het andere raam. Tot grote vreugde van 2 van de 4 meisjes van toen. Ongelooflijk, maar ik vind het fantastisch. Niet vanuit het geloof, maar wel. Ik vind het heel fijn dat het in een kerk is. Want daar hoort het ook, vind ik. Ik vind dat wel leuk om te zien hoe ik in die tijd was. Ik heb voor mezelf geen herinneringen van hoe ik eruit zag. Maar ik vind dat best een geslaagd plaatje, eerlijk gezegd. Dus ik ben daar wel blij mee. Ja.